Als je ergens bent waar je gewoon positieve energie krijgt, gewoon van iedereen. En ook gewoon dat de gym, zeg maar, als je binnenloopt, los van de mensen, dat je binnenkijkt, je kijkt van, oh shit. Weet je, het geeft je gewoon motivatie van, ik wil daar een pull-up doen, oh, ik wil hier push-ups doen, ik wil daar, weet je, als je dat hebt. A gangster is a person that people look up to. Everybody here ain't gangsters in the neighborhood. You know, everybody here ain't gangsters. Trying to better self, that's a gangster move. Working on your health, that's a gangster move. Clearing up the mind is a gangster move. Being a man about his word is a gangster move. Trying to better self, that's a gangster move. Working on your health, that's a gangster move. Clearing up the mind is a gangster move. Being a man about his word is a gangster move. Legs folded, got my hands in the diamond mudra. Promote peace, but I still let the iron thunder. I come from under, used to wonder if I survived the summer. Now it's still in here, my heart like a conga drummer. Used to the noise, went to sleep with the trains passing. Fiend for action, now for quiet, got a deep passion. Promoting stillness to the homies like the latest fashion. Put it all in a verse and have your speakers blasting. I've been fasting on the weed and the alcohol. Hard to do it when the bros blowing in the hall. So far from raw, getting calls for narcotics. My elevation show me bigger than them jail cells. Trying to better self, that's a gangster move. Working on your health, that's a gangster move. Wat is je naam, je leeftijd en je sportachtergrond? Yves Wijnaert, ik ben 38. Oeh, ik zou bijna 28 zeggen. 38. En ik heb eigenlijk voor alles gedaan. Turnen, breakdance, capoeira, thaibox, fitness. Ja, eigenlijk alles. En van al die sporten, wat doe je nu het meest? Nu CrossFit. Oh, calisthenics heb ik ook gedaan. En calisthenics doe ik af en toe nog een beetje. En dus welke van al die sporten zit het dichtst bij je hart? CrossFit en calisthenics vind ik het leukst. Ja. Waarom die twee uit al die andere sporten? Want je hebt best wel veel sporten gedaan. Nou, beide heb je gewoon vrijheid. Dus je bent niet beperkt aan... Kijk, als je turnen doet, dan heb je gewoon één onderdeel. Je moet strak zijn, je moet je tenen strekken, je moet aanspannen, weet je. Het moet echt zo mooi mogelijk zijn. Kijk, calisthenics is gewoon wat je doet. Het is eigenlijk freestyle fitness. Dus je doet gewoon alles. En CrossFit, dat komt een beetje op hetzelfde neer. Je doet één keer met stang, één keer bodyweight, één keer moet je rennen, zwemmen. Al hou ik niet van zwemmen, maar maakt niet uit. Weet je, je doet gewoon voor alles. Dus dat is gewoon leuke. Is die vrijheid ook belangrijk voor jou in de rest van... je leven, dus zeg maar, omdat die twee zulke vrije sporten zijn, neem je die dingen mee? Kijk, ik heb heel lang voor anderen gewerkt, op kantoor, als gids, allemaal leuke dingen hoor, maar uiteindelijk als je dan voor jezelf werkt, dan bepaal jij gewoon wat je doet, weet je. Je hebt gewoon alles in eigen handen en dat vind ik gewoon belangrijk. Ik wil gewoon bepalen wat ik doe, klaar. Weet je, als iemand iets tegen me zegt van jij moet dit doen, ja. Nee man, ik moet niet, weet je, ja. Gewoon je vrijheid houden en anderen ook gewoon daarin helpen. Dat is ook het mooie van CrossFit, weet je. Het is ook gewoon, ja, gewoon vrij, calisthenics ook. Dus vandaar. Zijn er nog andere dingen die je meeneemt van sporten naar je dagelijks leven? Ja, niet opgeven. Gewoon doorzetten. Kijk, als je een workout doet, als het nou calisthenics of CrossFit is. Stel, je hebt een workout voor jezelf gemaakt, weet je. Je gaat naar het park en zegt, ik ga vandaag 100 pull-ups doen. Dan weet je die 100 halen. Weet je, je weet gewoon als je op 70, 80 bent, dat je denkt, fuck man. Weet je, kan beter gewoon zo laten, is goed. Maar toch, in je achterhoofd, je hebt gewoon een doel. Dus je denkt van, nee, we gaan het gewoon afmaken. Al duurt het iets langer, we maken hem gewoon af. Dus ja, dat neem je gewoon mee. Heb je ook gewoon in andere dingen, weet je. Als je op je werk bent of je hebt ook gewoon opdrachten die je moet doen. Dus het komt precies dezelfde mindset weer van, als ik dit laat liggen, dan is het gewoon klaar. Ik kan beter nu afmaken of gewoon even doorzetten en dan kom je er wel. Dus ja, zo. Je touched al een beetje bij het onderwerp. Je zei mindset. Voor jou, als iemand die zo lang al bezig is met sport, kost het sporten voor jou mentale kracht of is het iets waar je juist mentale kracht uit haalt? Beide. Kijk, je hebt 70 tot 80% heb je gewoon
Dat het je gewoon die boost geeft, mentale power. En de rest is meer echt dat je ook hebt van, oh, vandaag kost het echt heel veel, weet je. Dat je gewoon mentaal gewoon even niet meer trekt en je denkt, oké, okay, ik laat hem gewoon even zitten vandaag. En dan moet je ook gewoon oké okay vinden. En dat kost wel ook jaren ervaring, want je kan jezelf gewoon doorpushen totdat je gewoon een breaking point bereikt en dat je denkt van, fuck. En dan zit je aan het zogenaamde overtraining en dan raak je helemaal uitgeput en een soort burn-out in sport, zeg maar. Dus ja, maar over het algemeen geeft het me wel veel meer een boost dan dat je het, zeg maar, energie kost. Wat zou je mensen willen meegeven die pas beginnen met een sport? En heb je een bepaalde kant die je ze op wil sturen in de zin van ga richting die sportsoorten, want die sport heeft goed voor mij geholpen? Of van, yo, doe wat jij wil. Wat ik heb geleerd, zeg maar, als ik nu gewoon opnieuw zou beginnen, zeg maar. Sowieso is turnen een goede basis, stel dat je nog jong bent, is turnen een goede basis. En anders, als je met iets begint, ga direct de pro's opzoeken. Ga gewoon even direct naar iemand die weet waar ze het over hebben. Ga tips vragen, neem desnoods 1 of 2 personal training lesjes en dan kan je gewoon even leren wat je aan het doen bent. Als het nou calisthenics, capoeira, maakt niet uit wat je gaat doen. Dat helpt heel veel, weet je. Dan voorkom je blessures en niet gaan denken dat je binnen een week kan. Dat is ook een hele grote valkuil voor mensen. Ga niet kijken naar je held, je nummer 1 die je in de gym ziet of op tv. En denken van, alright, als ik 2 weekjes even doorzet, dan kan ik het. Nee, weet je, het kost heel veel tijd. Kijk bijvoorbeeld iemand die muscle-ups doet, die 10 muscle-ups gewoon makkelijk doet en denkt, oh shit. Ja, dat kost even tijd. Je ziet niet dat die jongen al maanden of misschien al een jaar bezig is met zijn pull-ups, chest to bar, dan 1 muscle-up, misschien 2. Misschien heeft hij een blessure dat hij een maandje eruit ligt en dan gaat hij weer. Dus het kost allemaal tijd. Dus als je pas begint, zou ik zeggen, het kost veel tijd. Dat moet je gewoon even onthouden. Het gaat niet binnen een maand komen. Misschien duurt het zelfs een jaar, misschien duurt het 2 jaar. Maar als je het leuk vindt, is het wel waar. Dat is belangrijk, je moet het ook leuk vinden. Ja. We hebben elkaar ontmoet in de gym. Ja. Hoe belangrijk is een juiste omgeving en hoe belangrijk zijn de mensen om je heen voor jou als je wil slagen in je Ja, dat is heel belangrijk, man. Dat is echt heel belangrijk. Als je ergens bent waar je gewoon positieve energie krijgt, gewoon van iedereen. En ook gewoon dat de gym, zeg maar, als je binnenloopt, los van de mensen, dat je binnenkijkt, je kijkt van, oh shit. Weet je, het geeft je gewoon motivatie van, ik wil daar een pull-up doen, oh, ik wil hier push-ups doen, ik wil daar, weet je, als je dat hebt, dan is dat al gewoon een pluspunt. En als je de mensen om je heen hebt die dan ook bezig zijn, weet je, iedereen is fanatiek, ja, dat is echt heel belangrijk, weet je, die motivatie en positiviteit om je heen, dat is gewoon heel belangrijk. Is er nog een laatste iets wat je wil meegeven aan de mensen of iemand die je wil bedanken? Ja, dat is eigenlijk iedereen die me heeft geholpen de afgelopen tijd. Ik heb echt zoveel shit meegemaakt, jongen. Voor corona, tijdens corona. Gewoon echt iedereen, dat zijn echt te veel namen. Weet je, het belangrijkste is gewoon mijn moeder en mijn vriendin, inmiddels verloofde. Die 2 mensen die hebben echt heel veel voor me gedaan, mijn schoonvader ook. Dat zijn mensen die echt, zeg maar, close bij me zijn, echt gewoon zo. En iedereen eromheen natuurlijk. Ja, dat is echt. Die mensen hebben me echt geholpen. Thank you. I wish you all the best, man. Yes, en thanks. We gaan elkaar zien in de gym. Zeker. Blijf mensen inspireren. Je bent een inspiratiebron voor mij. Toen ik je in de gym zag, samen met je vrienden, jullie alle 2. Ik zal het er straks ook zeggen. Maar, ja, het is heel tof om te zien hoe jullie blijven gaan en hoe ik zie dat voor jullie, dat jullie energie erin kunnen zetten en ook energie kunnen transmitteren, om het maar zo te zeggen. Dus dank je wel. Thanks, man. Dank je wel.